begonnen op zich goed aan de wedstrijd. We tikten lekker. Kregen steeds een vrije man op het middenveld. Eindfase eerst wel slordig, eindpaas vooral. En dan krijg je één counter, gelijk een goal om je oren. En daarna is het even slordig van onze kant. En dan gaan hun zakken sowieso in, spelen met 5 verdedigers. Dus het is moeilijk om er doorheen te komen. En dan denk je wel dat het een lastige wedstrijd gaat worden. Tweede helft gaan we gewoon met dezelfde intentie de wedstrijd in. En ik denk dat die goal van Hughes kantelpunt in de wedstrijd is. Prachtige goal, waardoor we een beetje vrij komen, lekker gaan voetballen. Weer ons eigen spel spelen zoals we dat altijd doen. En dan zie je dat de goals ook wel heel makkelijk vallen uiteindelijk. Ja, want die hadden jullie echt nodig, want in de eerste helft was het heel moeizaam. Kwamen eigenlijk helemaal geen kansen. Nee, dat bedoel ik. We hadden wel het overwicht op het veld, we hadden het meeste balbezit. Alleen de eindfase was gewoon heel slecht van onze kant. En normaal gesproken is dat veel beter, zijn we aanvallend goed. En dan verdedigend laten we misschien nog wel wat steekjes vallen. En nu was het in de eindfase gewoon slecht. En dan zie je dat we het heel moeilijk hebben om kansen te creëren. En tweede helft pakken we dat weer goed op, dus trekken we het weer recht. Is het dan ook zo, omdat je in zo'n flow zit, dat het uiteindelijk nog een grote score wordt? Ja, precies. We zitten nu gewoon in een fase waarin het meeste lukt. Laatste wedstrijd ook, komt de tegenstander weer op een gelijkspel. Maar dan op zich wel redelijk gemakkelijk komen we dan weer op een voorsprong. We houden ook wel vertrouwen in het spel, zeg maar. En bij ons vallen die goals bijna elke wedstrijd. Ik kan me niet herinneren dat we een wedstrijd niet hebben gescoord. Volgens mij door thuis of zo was er een van de weinigen. En we maken gewoon veel goals, dus daar blijven we op vertrouwen. En nu we in die flow zitten, gaat het ietsje makkelijker, ja. Twee hele wonderschone doelpunten eigenlijk. Die voor jou was niet zozeer heel wonderschoon, maar ik denk voor jezelf heel lekker. Ja, heel lekker, ja. Die van Jus was prachtig. Die van Daryl ook, heel knap uit de lucht in één keer. En ik en Tiso, de twee mooiste van de avond. Maar ze tellen wel, dus dat is prima. Ja, want je zei het eigenlijk zojuist al. Anders had je niet geslapen vannacht als je hem niet had gemaakt. Want je hunkerde ernaar, hè? Ja, sowieso. Als aanvaller wil je altijd scoren. En helemaal als alle aanvallers aanvallende middenvelden scoren. En jij hebt er nog niks in liggen, dat is altijd kut. Maar gelukkig viel die nog, dankzij Sjoerd. 5 overwinningen op rij. 2 wedstrijden nog te gaan. Dan de na-competitie. Wat is er mogelijk? In de na-competitie bedoel je? Of nu nog? nu nog voor de periode natuurlijk, voor periodekampioen. En in de na-competitie, volgens mij spelen we zeker tegen Telstar. Dus die moeten we gewoon allebei de wedstrijden winnen. Dus dat is wel de bedoeling. En de finale wachten we wel af wie dat wordt. Durf je het woord promotio in de mond te nemen of niet? Ja, ik wel. Dat is wel de bedoeling. Dus als je die eerste halve finale, als je die doorkomt, dan wordt het een mooie finale, denk ik. Ja, zeker.